John van Lottem was jarenlang proftennisser. Met deze wedstrijd op Wimbledon was niets aan de hand. Maar vandaag vertelt hij dat een tegenstander een keer vlak voor de wedstrijd tegen hem zei. dat van Lottem het duel sowieso ging winnen. Daarmee wist ik wel wat, uh, wat de achterliggende gedachte was. Hij wilde per se verliezen. Hij wilde per se verliezen. En hij zei: jij moet op die baan blijven staan. Jij moet op de baan blijven staan en, uh, en niet zorgen dat je uh, je enkel verzwikt. En gewoon uh, rustig de wedstrijd uitspelen. Een andere oud-prof, Raymond Sluiter, zegt dat hij ooit een telefoontje kreeg. Hij zou een groot bedrag krijgen als hij een wedstrijd zou verliezen. Tennis is een aantrekkelijke sport voor matchfixers. Want je hoeft maar één speler te beïnvloeden. Er zijn wedstrijden op alle niveaus, over de hele wereld, het hele jaar door. En je kunt op allerlei onderdelen in het tennis een gokje wagen. Zegt oud prof Martin Verkerk, die ook aangeeft dat hij zelf nooit benaderd is. Je kan op uh, hoeveel winnaars uh, je slaat. Uh, hoeveel dubbele fouten. Uh, een ace. Uh, de gamestanden. De tijbreekstand. Uh, dus ja, je kan overal op wedden. Dus het is niet alleen van joh, die wint. Maar je kan echt specifiek eruit pakken. Van joh, dat en dat gebeurt er tijdens een wedstrijd. Nederlandse tennissers spelen vaak op een lager niveau. De tennisbond vreest dat zij juist daarom worden benaderd. Voor hen is de verleiding misschien het grootst, omdat, de, omdat die financieel ook meer onder druk staan. De inkomsten zijn relatief laag, de uitgaven zijn heel hoog. Uh, dus voor hen is het misschien uh, makkelijker om zich in te laten met de matchfixer. Maar op het moment dat ze dat eenmaal gedaan hebben, zijn ze ook voor de rest van hun carrière chantabel. Er zijn vaak duels onderzocht waar veel geld op werd ingezet en die raar verliepen. Maar het is moeilijk te bewijzen. Je hoeft nog ineens uh, als, als speler uh, uh, die relatie aan te gaan om te gokken. Dat kunnen familieleden zijn, er kunnen vrienden, kennissen zijn. Dus uh, om het te herleiden naar een speler, is, is heel moeilijk. Tijdens de loopbaan heeft Van Lottem zijn vermoedens nooit gemeld. De tennisbond roept alle spelers op dat wel te doen: om de strijd met matchfixing aan te kunnen gaan.